Eerst zien, dan geloven. Maar de aanwijzingen dat Apple's Mixed Reality bril aanstaande is, stapelen zich op. Blijf kijken. Hey, Erwin hier van Bright. In mijn recente video over wat we allemaal kunnen verwachten van Apple dit jaar, sloot ik af met een bril. Maar goed, is dat dan een virtual reality bril, hè? Helemaal afgesloten? Of een augmented reality bril, die alleen maar wat dingetjes projecteert op wat je ziet? Of waarschijnlijk een mixed reality bril, die combineert het. Apple is naar verluid al langer bezig met een bril. Het bedrijf doet doorlopend onderzoek naar allerlei nieuwe technologieën. En meestal worden die verwerkt in bestaande producten. Maar soms dan verschijnt er een heel nieuw product dat Apple goed bij zijn portfolio vindt passen. De meest recente zijn de Apple Watch uit 2015, de AirPods uit 2016 en in 2018 de HomePod. En vooruit vorig jaar nog de AirTag. Maar we zijn wel toe aan iets nieuws, iets echt nieuws. Zeg maar een one more thing. But there is one more thing. But there is one more thing. But we do have one more thing. Die nieuwe bril kan zo'n one more thing zijn en gaat volgens Apple-specialist Mark Gurman van Bloomberg Apple Vision heten. En ja, hij kan natuurlijk nog uitgesteld worden, maar de aanwijzingen stapelen zich op voor een lancering eind dit jaar. En als je goed kijkt naar de zetten die Apple afgelopen jaren heeft gemaakt, ja, dan zie je dat de voorbereidingen al zijn getroffen en een fundering is gelegd voor de Vision. Laten we ze even langslopen. Alles begint bij de tools voor ontwikkelaars, de developers. En het meest in het oog springend is een SDK, een Software Development Kit, uit 2019. Die bestaat uit ARKit en RealityKit. Simpel gezegd verzamelt ARKit informatie over je omgeving via de camera van je iPhone of iPad en zorgt RealityKit voor fotorealistische renders op je scherm. Samen maken ze het mogelijk, in de IKEA-app bijvoorbeeld, dat je via de camera van je iPhone een kast kunt previewen op schaal in je eigen kamer. Apple werkt ook aan een besturingssysteem voor de bril, inclusief eigen App Store. Daar zijn referenties voor gevonden in software van het bedrijf. En de naam luidt Reality OS, of kortweg ROS. En in de net verschenen beta-versie van iOS 15.4 zit een stukje software genaamd WebXR. En dat biedt ondersteuning voor VR, AR of MR brillen op websites. En dat is best wel opvallend, want momenteel werkt er nog geen enkele reality bril met een iPhone of iPad. En dan de hardware. Daar is nog niet heel veel over bekend. We verwachten dat Apple zijn bril gaat aankondigen op WWDC, zijn jaarlijkse event voor ontwikkelaars. Dat staat altijd in het teken van software of soms van baanbrekende hardware, zoals in 2020 bij de introductie van Apple's eigen chip. De Vision bril wordt waarschijnlijk uitgerust met dezelfde chip die zit in de onlangs verschenen MacBook Pro. En sterker nog, er zitten waarschijnlijk twee van die M1 Pro chips in. Daarnaast heeft de bril ook twee 8K schermen, voor elk oog één. Net als bij andere mixed reality brillen zal de Vision voorzien zijn van camera's, zodat je ook de werkelijkheid kunt zien. Maar die camera's worden ondersteund door een LiDAR scanner. En die kennen we natuurlijk al van de iPhone Pro en de iPad Pro. Daar verbetert die 3D sensor diverse camerafuncties. Denk aan portretmodus bij foto's of filmmodus bij video, waardoor je dat mooie bokeh effect krijgt, dat scherpte diepte effect. Maar daarnaast maakt die LiDAR scanner ook augmented reality op je iPhone of iPad nauwkeuriger. En al die ervaring kan Apple zo meenemen in de Vision. En wat te denken van de live text functie in iOS 15? Die teksten herkent in foto's en video's, waardoor je ze bijvoorbeeld kunt kopiëren of vertalen. Dat is een hele andere functie voor een reality bril. Je kunt je voorstellen dat je een menu bekijkt in een vreemde taal en terwijl je het bestudeert, wordt die live voor je vertaald. Handig. Dan geluid. Herinner je mijn video nog over spatial audio? Dat is Apple's oplossing om geluid ruimtelijker te maken en in richting te geven. En op AirPods is dat leuk, maar wil je in een virtuele omgeving geluid gaan gebruiken, dan is zo'n functie essentieel.
En dat hebben ze dus ook al paraat. Ja, dan de content natuurlijk, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Nou, Apple heeft daar zat van in huis natuurlijk met Apple Music, TV+, Fitness+, Apple Arcade, de games. En heel veel van die content leent zich prima voor een vertaling naar een virtuele setting. Denk dan aan een live concert of een soort game arena waarin je multiplayer aan het gamen bent. Apple heeft daartoe de afgelopen jaren diverse start-ups overgenomen, waaronder NextVR. Dat is gespecialiseerd in het uitzenden van live events in virtual reality. Of Spaces, die real-time gegenereerde, geanimeerde avatars mogelijk maakt voor in videovergaderingen. Over avatars gesproken, al sinds iOS 12 uit 2018 kan iedereen zijn eigen 3D-avatar maken. De Memoji. Oh, en vergeet SharePlay niet. Dat is natuurlijk eigenlijk een soort voorloper van samen naar een virtueel concert gaan. SharePlay, de mogelijkheid om samen simultaan muziek te luisteren of een serie te kijken. Dat is eigenlijk al een opstapje naar virtueel. Ook in het personeelsbeleid zijn aanwijzingen te vinden. Zoals de overstap onlangs van Andrea Schubert van Meta naar Apple. Zij was daar bij Meta hoofd van PR en communicatie voor, jawel, augmented reality. Volgens Bloomberg werken er inmiddels bij Apple al ruim 2000 mensen aan de Vision en vergelijkbare VR en AR hardware. Tot slot Apple CEO Tim Cook, die zich steeds vaker uitspreekt over het onderwerp. En dan specifiek trouwens over augmented reality. We've always said that AR is a core technology. And it's a technology I get super excited about. And I think it's profound. And I think it's profound in terms of the things that you can do with it and the enhancement to people's lives and the improvement in people's lives. Het zijn allemaal stappen die maar één richting op wijzen, de lancering van een mixed reality bril. En ook andere grote techspelers lijken voor te sorteren op de komst van de Apple Vision. Zo is volgens de wandelgangen Meta gestaakt met het ontwikkelen van een eigen besturingssysteem voor virtual reality, omdat Apple werkt aan Reality OS. En is Microsoft juist gestopt met hardware. Die derde generatie HoloLens is afgelopen jaar niet verschenen. Volgens de nieuwste berichten wil Microsoft zich toeleggen op de software en laat het de brillen maken door Samsung. Na Google's poging met de Glass. Na Snapchat's poging met de Spectacles. Ken je ze nog? En zelfs recent nog Facebook, samen met Ray-Ban. Ja. Is Apple dan de aangewezen partij om wel een aantrekkelijke bril te maken, geschikt voor een breed publiek? Ja, dat zal sterk afhangen van de prijs. Gurman die schat dat de Apple Vision zo'n $2000 gaat kosten. Alleen al op basis van de onderdelen. En ja, we weten dat Apple doorgaans iets duurder is dan de rest. Maar met zo'n prijskaartje, ja, dan gaat die Vision echt niet mainstream hoor. Aan de andere kant, Microsoft's HoloLens, de Mixed Reality bril, kostte €3500. En hier de Google Glass destijds $1500. Beide brillen waren ook primair bedoeld voor ontwikkelaars. Om software en programma's en apps voor te maken. En dus bedoeld om die technologie een beetje te verkennen. Het was niet bedoeld voor het grote publiek. Ja, de VR-brillen op dit moment zijn dat wel. En kosten zo'n €400. Nou, is nog steeds een bak geld voor de meeste mensen. Maar goed, het is bereikbaar. En Apple zal er heel slim aan doen om zijn prijs voor de Vision zo ver mogelijk onder de €1000 te houden. Ik zie Apple bovendien niet snel iets op de markt brengen alleen voor ontwikkelaars. Ja, er is ooit één Mac Mini verschenen. Die konden ontwikkelaars lenen. Konden ze een beetje de M1-chip previewen. Ja, die moest ook weer teruggestuurd worden. Ja. Nee, zolang iets geen mainstream potentie heeft, nou, dan gaat Apple het niet snel uitbrengen. Maar goed, we gaan het zien. Abonneer op ons kanaal en zet die notificatiebel aan. Dan zie ik jij alvast de eerste rij voor als het zover is. Bye! Oh. Was die goed? Oh shit, hij stond... Nee, nog een keer. Hij stond er niet op. Serieus? Nee, echt. Oh, dat deed best wel zeer al. Okay.